doe ik de organisatoren van Werfpop en de vrienden van het Leidse Hout. Dus ik wil graag dat jullie alvast naar voren komen. En even voor wat extra toelichting. Dit jaar ging de Leidse gemeenteraad het hebben over hoe gaan we nou precies Werfpop goed positioneren in de stad. Hoe zorgen we voor de mensen die door het Leidse Hout lopen, die denk ik ook graag naar Werfpop toe gaan. Dus volgens mij is dat het helemaal waard dat jullie samen een combineertje krijgen. Ik ga die combineertjes even pakken, die liggen hier achter de werkers. Die ga ik even opstellen. Er zit ook nog een klein cadeautje aan. Ik ga maar één in twee. Daarom hebben we een klein beetje gesmokkeld, dus jullie krijgen allebei een eigen lintje. En daar kunnen jullie ook nog zelf even netjes wat zeggen. Ik mag alweer een applaus. Nou, mijn naam is Jip Frenken, ik ben hier namens het bestuur van de Vrienden van de Leidse Hout. Mijn andere bestuursleden, ik kreeg gisteravond pas de uitnodiging, dus die konden op zo'n korte termijn niet. En ik smokkel vanavond ook even met andere verplichtingen. Maar ik vind het heel leuk, heel verrassend dat we deze eer krijgen. En we hebben inderdaad, Johan en ik, elkaar al vaker gezien in de Leidse Hout. En wij zijn beide, hebben een hart voor de Leidse Hout. En we hebben ervoor gezorgd dat het risico van aantasting van de natuurwaarde in de Leidse Hout zo klein mogelijk wordt gemaakt. Ja, dan kan ik gewoon de tijd vullen en dan doe ik wel een kleine woordje. Nee, wat ik heel leuk vind, ik vind het ontzettend leuk dat wij juist in deze setting Huub en ik staan. Ik waardeer Huub enorm omdat hij daar altijd heel begripvol is geweest. Ook op het moment dat ik me best kon voorstellen dat hij iets minder begrip had na die fameuze regenbuien. Dat we daar in die modderige vlakte stonden en het huilen stond mij op dat moment ook nader aan het lachen. Want wij houden inderdaad ook heel veel van het park. En wij vinden het een hele mooie plek, wij geven daar heel graag, het hoort bij Werfpop. We zitten nu al 12 jaar, we zijn begonnen in het Van de Werfpark. En het is ons, ja, wat Werfpop maakt, het is ons decor, het is ook waar we ons één week in het jaar te gast voelen. En ook heel goed voor proberen te zorgen. En dat is eigenlijk wat ik nog even wil zeggen, wat ik heel mooi vond van dit jaar. Want het was natuurlijk ook nog even, er was extra aandacht op ook voor die wijziging van het bestemmingsplan. Summertjes hebben weer pech gehad met het weer, dus er was even wat gedoe. Ik vind het heel mooi dat ik dan niet alleen als voorzitter, maar dat was de hele organisatie. Er staan hier nog drie van onze mede-organisatoren, staat daarbij. Dat we zo'n boodschap zeggen, jongens, we moeten extra op het park letten, dat iedereen dat ook overneemt. En dat ik dan helemaal niet tijd moet roepen, jongens, nee, zachter of niet daar lopen, maar dat iedereen heel erg van bewust is. En dat dus ik iedereen in de organisatie wil roepen, hallo, rustig aan. Of als er een toeleverancier komt die iets te hard het gaspedaal indrukt, meteen zeg, ho, voorzichtig, of naar links, en dat mensen daar naartoe komen. Het gras wordt daar een beetje minder. Laten we daar even een dranghek neerzetten. En dat vind ik heel erg mooi, dat je het met z'n allen draagt. En zo proberen we het park met z'n allen gewoon heel en goed te houden. Natuurlijk is er altijd wel wat slijtage. Maar aan de andere kant zijn het inderdaad ook zomaar 20.000, 22.000 bezoekers van het park. Die ook heel erg genieten van de Leidse Hout en van de cultuur. Dus ik vind het ontzettend leuk dat we dat hoe het gegaan is. Ik denk wel nog het laatste, want dat is GroenLinks heeft zeker ook wel. En zeker Walter heeft daar een rol in gespeeld. Ik vond het ontzettend fijn dat hij zich bijna heeft opgeofferd om het woord toiletgroep van het vaak in de gemeenteraad te zeggen, dat hij op een bepaald moment bijna, zeg maar, ja, werd het bijna lachwekkend. Ik zat daar een beetje met schaamrecht op elkaar, want het woord toiletgroep hebben we nu wel genoeg gehoord. Maar hij is er vol in gegaan. Hij belde mezelf de dag van tevoren nog om te zeggen, kan je me even het hele programma van de afgelopen 35 jaar werf opsturen, want ik wil geen fout maken in de bandnamen die ik noem. Hij heeft in ieder geval duchtig voorbereid. En dat was ontzettend fijn. En uiteindelijk inderdaad is het heel makkelijk en heel reëel ook door de gemeenteraad heen gegaan. We gaan nu keihard aan werken dat dat een mooi protocol wordt dat we met z'n allen opstellen en dat het alleen maar beter gaat gaan. Ik ben dat het dan weer het enige lintje gaat blijven. Ook. We moeten alsnog naar de scouting gaan. Ik denk niet dat ik. Dat moet jij vragen. Dit jaar eigenlijk drie lintjes uit aan drie verschillende soorten. Ja, organisaties meestal of wat dan ook. De ene gaat naar stichtingen. Een stichting, die hebben we nu net gehad. De andere gaat naar een persoon en de derde gaat naar een bedrijf toe. Ik wil nu even naar de tweede uitreiking toe en die gaat naar een persoon toe. Die persoon kan helaas vandaag hier niet zelf aanwezig zijn omdat ze vandaag haar verjaardag viert.
en een groot feest daarbij, daarbij heeft. Dus ze kon ze niet wegkomen. Dus ik zal ervoor zorgen dat het groene lintje wel bij haar terecht komt. Maar we konden niet om haar nominatie heen, want zij werd van vier verschillende kanten genomineerd en ook wel helemaal terecht. Het is namelijk een vrouw die zich al jaren en jarenlang inzet voor de groene energie in Leiden, maar ook daarbuiten. Ze is een ZZP-onderzoeker naar duurzame energie. Eigenlijk een pionier ook op dat gebied. En ze heeft dan ook nog eens hier in Leiden eigenlijk een vinger in de pap bij alle vormen van duurzame energie en zonnepanelen die je hier in de stad ziet. Zij is betrokken geweest bij de aanleg van een zonnepark op nieuwe energie. Ze is betrokken bij Energie Leiden. Ze heeft net nog 10 dagen geleden een zonnecorporatie opgericht hier zo in Leiden. Haar naam is Anne-Marieke Schwenke. En ik zou, ook al is ze hier nu zelf niet, wel graag even een applaus voor haar willen, voor haar inzet. Zeker of zij zichzelf ook echt als echt bedrijf ziet, maar dat mag straks wel even zelf toegelicht worden, of ze wel niet zo zien. Maar dat is wel iemand die een bedrijf dat is opgericht door mensen die zich echt keihard maken voor duurzaamheid en dat ook op alle fronten en op alle manieren volgens mij proberen te doen. Mensen die niet alleen betrokken zijn bij dat bedrijf van wat ze hebben opgericht, maar ook zich verder in de stad tonen, zich actief hebben gemeend in de politiek, voor die andere politieke partij dan GroenLinks, maar wel een hele duurzame en groene partij. Die zich actief hebben ingezet voor groen in de wijken, voor tuintjes, zodat kinderen daar ook kunnen tuinieren. En dan bedoel ik hiermee de verpakkingsvrije winkel. Dus ik wil graag vragen of Jeroen, en dan kom ik langzaam naar voren wil komen. Een applausje slaan. Jeroen is een van de twee oprichters van de verpakkingsvrije winkel. En heeft zich volgens mij echt vol in dat avontuur gestort. En volgens mij is dat best wel een spannend avontuur. Er zijn ook wel andere verpakkingsvrije winkels in het land. Volgens mij in Zutphen, Coevorde, Groningen was er eentje. Maar jij bent hier in Leiden daarmee actief aan de slag gegaan. Een crowdfundingsactie gestart. Volgens mij heb je daar 9000 euro binnen no time opgehaald. Wat vooral gebruikt is voor de bakken waar het voedsel in gaat. En dan hebben jullie nu een voedsel- of een verpakkingsvrije winkel opgestart waar mensen hier zo de stad naartoe kunnen. Met je eigen tasjes kan je daar je noten halen, allerlei soorten materiaal, voedingswaren kan je daar dus halen zonder dat je die verpakking eromheen hebt. Wat heel erg milieuverontreinigend is, al die verpakkingen bij elkaar. En de meeste van die producten proberen jullie volgens mij ook nog eens zo lokaal mogelijk en natuurlijk zo duurzaam mogelijk allemaal in je winkel te krijgen. Ik ga eens even het groene lintje pakken en jij kan alvast beginnen. Nou ja, we weten allemaal dat de duurzame omslag naar een duurzame samenleving staat nog in de kinderschoenen. Helaas, gezien de stand van de planeet. Maar het heeft wel het voordeel dat natuurlijk, omdat het in de kinderschoenen staat, er is nog heel veel mogelijk. Ik heb in de lokale politiek gezeten, daar kennen ze me ook van. En dan zie je ook heel veel ideeën, waaronder de verpakkingsvrije winkel. Ik denk 3 jaar geleden of 2 jaar geleden kwam er een grote crowdfundingactie op en toen zei ik, hey, wethouder, is dat ook iets voor Leiden? Ja, heel leuk hoor, maar niet iets dat wij moeten oppakken als gemeente. Ja, een beetje balen natuurlijk. En na een tijdje dacht ik, fuck it, dan moet ik het zelf maar doen. Dus dat hebben we toen gedaan. We wilden eerst bij op het Kraftpark, dat zou een heel bruisend park, dus het bedrijfsterrein worden voor allemaal startende ondernemers. Daarna kwam het grote geld, dus nu zijn het vooral woningen geworden helaas. Maar we zijn er wel mee aan de slag gegaan. Ja, daar ging het niet, maar we hebben toen wel een crowdfundingactie opgezet. Helaas onder een soort van slechte sterrente, want zodra wij zeiden van hé, ons gaan beginnen. Bij de back and buy in Utrecht van we hijsen de witte vlag, we stoppen ermee. Ik dacht van oei, dat is een beetje jammer. Maar ja, we hebben onze crowdfundingactie wel gehaald. En met dat geld konden we toen meteen de back and buy weer leeg kopen. Dus dat is, met een beetje bittere bijsmaak kwamen we wel goedkoop daardoor aan onze spullen, aan onze inrichting. Toen wilden we dus een nieuwe locatie, het ROC misschien. Dat was een ruimte vrij voor de supermarkt, maar de supermarkt kwam er maar niet in. Toen dachten we, als wij er dan in kunnen en samen met ROC-studenten het runnen en groter maken. Maar ja, ROC heeft ook zijn eigen probleempjes. Dus het ging niet heel soepel te rijden van, wanneer komt hij? Ja hoor, in de winter. Ja hoor, in de lente. Ja hoor, ergens in de zomer gaan we beginnen. Want hoe moeilijk kan het zijn, de pup-up winkel? Bleek dus iets lastiger. Toen kwam dus de V&D langs en die zei van, alle pup-ups mogen zich aanmelden. Dat hebben we toen wel gedaan. We moesten misschien echt 7 dagen in de week open zijn.
En dat betaalt 53 uur per week. Dat je dacht van, oh, okay. Ik ben ook nog wijkambassadeur, ik heb bijna kinderen, ik ben schrijver. Nou, we hebben het wel gedaan, mede ook, we doen met z'n tweeën plus nog extra vrijwilligers. En daarmee zijn we aan de slag gegaan. Ja, de kern natuurlijk van een verpakkingsvrije winkel is van, nou ja, neem je eigen verpakkingen mee om daarmee afvalberg te verkleinen. Het tweede voordeel is, je mag zelf bepalen hoeveel je koopt. En daarmee kan je voedselverspilling wat tegengaan. Ik denk niet dat hier de grootste voedselverspillers zitten, maar wat we dan ook wel bewust doen is, we willen zowel biologisch voor de groene mensen, als de mensen die zeggen van, nou ja, we vinden het wel belangrijk om er iets mee te doen. Maar ja, biologisch is te duur, dus we willen wel een beetje selectie van, biologische rijst, maar ook gewoon vol met bestrijdingsmiddelen rijst. Leuk keuze, wel een stukje verkoper, maar in ieder geval dat mensen met een kleine beurs wel op die manier een stapje kunnen zetten. En verder willen we natuurlijk zoveel mogelijk samenwerking echt zoeken met lokale partijen, vooral voor producten natuurlijk in de winkel. Dus het wasmiddel, een leidenaar die zat te denken, god, is dat wel nodig al die onzin in het wasmiddel? Bleek niet zo te zijn, dus hij heeft zo'n zolderkamertje heeft hij gedaan. Nou, we kwamen hem tegen, dat gingen we verkopen. Chemiva heeft dit jaar een kwekerij opgezet voor groenten. Chemiva, ik denk dat we net jullie kennen, maar het werkt met gehandicapten. Dus ik kwam ze tegen op een groene beurs, die zeiden van, ja, wij hebben spullen. En ik zei, ja, ik heb een winkel, dus laten we het vooral combineren. Nou, meer en ja, hoe meer, hoe beter. Maar ja, zoals ik al zei, en Jos ook zei, je hebt wat vrij druk, dus die blijft hier en daar nog wel eens een keer wat liggen. Maar nou ja, voor de rest is het gewoon echt doen. Zoals we zei in het begin, duurzaamheid staat in de kinderschoenen, er is heel veel mogelijk. Dus het is mooi dat men in de politiek er nu ook aandacht voor vraagt. Maar eigenlijk nog belangrijker, en daarom heb ik toch met een goed gevoel afscheid kunnen nemen van de politiek, want ik moest eruit. Als je doet, kan je meer doen voor de maatschappij, denk ik, dan wanneer je in de politiek zit. Dus ga vooral aan de slag. Ga wat doen. Heb je een idee? Voer het uit. En als je dan toch bezig bent met dingen doen, kom ook nog een keertje langs in de winkel om even wat te kopen. Ja, meneer. Ja. 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 Ja.